Mijn naam is Bastiaan Vis, ik ben 26 jaar. Ik ben zojuist afgestudeerd in de richting mode- en textielontwerpen van de KABK in Den Haag. Ik heb vandaag een pitch gehouden voor de jury, waar ik vertel over mijn toekomstplannen met mijn volgende collectie. De textieltechniek die ik heb ontwikkeld is een techniek waarbij lichtval op kleding permanent gemaakt wordt. Het is eigenlijk de volledige fotografische techniek, maar dan toegepast op een driedimensionaal textielobject. Den Haag is voor mij een heel goed klimaat, want ik wil mezelf niet per se definiëren als modeontwerper, maar meer als autonoom beeldend kunstenaar. Als ik de beurs win, dan ben ik van plan om echt mijn eigen studio op te zetten met een textiellab, waar ik ook de textielen nog verder kan ontwikkelen. Hier wil ik dan ook aan de slag gaan met mijn volgende collecties. Ik heet Gabriel Houwers, ben 31 jaar oud en afgelopen juli ben ik afgestudeerd op de KBK, op de afdeling interieur, structuur en meubelontwerpen. Ik heb aan de jury de slow motion ruimte gepresenteerd, waar het zien losgekoppeld wordt van andere lichamelijke waarnemingen. En de slow motion ruimte is gebouwd met de lichtgewicht bouwen manier, lightness. Het leven is inspirerend. Ik kom inspiratie elke dag tegen. Sowieso uit de hogere kunst, literatuur en muziek. Ik denk dat ik genomineerd ben omdat ik een heel unieke standpunt tegenover vormgeving heb. Dat ik bijvoorbeeld gevoelens die als niet commercieel worden beschouwd, als inspiratie in mijn vormgeving verwerk. Ik zie Den Haag als een heel grote speeltuin waar ik fantasiewerden kan ontdekken. Als ik de beurs win, wil ik mijn werkomgeving professionaliseren. En over 10 jaar zie ik mij als een eigenaar van een ontwerpstudio die ontwerpen vanuit onderbewust gebruik van mensen benadert. Cecil, I am calling in from Lac-Mégantic in Quebec, Canada, where I'm currently doing an artist residency with very, very cool artists platform called SenseLab. We're also now expanding this platform, calling it Platform for Thought in Motion, and we're raising money, asking for funding to invite national and international artists, researchers and scientists to come to The Hague and give workshops in their field of expertise with artists and creating a discussion around interdisciplinary methods. My main wish for the future is to create an institution fueled by my own artistic visions, so perhaps others in the future would want to come to us and do an artist residency and enjoy the artistic network in The Hague that I have enjoyed for over a year so far. Ik ben Sam van het Oever, ik ben 24 jaar, ik ben net afgestudeerd bij de KBK en ik heb daar Interactive Media Design gestudeerd. Ik heb mijn eindproject aan de jury gepresenteerd, dat is Resonate, een pak waarin speakers zijn verwerkt die op het lichaam staan. De trilling wordt opgevangen door de huid en zo kan je dus fysiek muziek beleven. Wat mijn project uniek maakt is de gehele ervaring. De gebruiker die stop ik ook in een donkere cabine om het visuele aspect volledig te elimineren en de persoon te laten focussen op het geluid en de trillingen. Ik heb 6 maanden lang gewerkt om dat pak te ontwikkelen en die hele ervaring gewoon helemaal te tweaken, zodat het gewoon, ja, het moest gewoon perfect zijn. Elk detail klopte. Ja, ze waren enthousiast. Ik heb mijn ideeën goed over kunnen brengen. En ik zag wel dat ze een soort zelfde enthousiasme als dat ik ervoor heb, erover kregen. Ik ben Florian Wempe, 24 jaar oud. Ik ben jazzsaxofonist en ik ben een half jaar geleden afgestudeerd aan de master van het Koninklijk Conservatorium hier in Den Haag. Ik heb zojuist een plan gepitcht waarin ik voorstel om internationale top jazzartiesten naar Den Haag te halen voor een volle week van concerten, workshops en panels en allerlei andere activiteiten. En Den Haag staat gewoon internationaal voor heel hoog niveau jazz. Ik zeg altijd, ik leef van muziek, maar ik leef vooral muziek. Als ik deze beurs win, dan ga ik deze week nog rond de tafel met de partners die ik in gedachten heb. En dan ga ik verder uitwerken hoe ik het in mijn hoofd zou zien, welke gasten ik ga uitnodigen en allemaal logistieke zaken. Ik denk dat de pitch ging zo goed als die kon gaan. Het is iets ander terrein voor mij. Normaal communiceer ik met mijn instrument en ditmaal moest ik dat met mijn stem doen. Dus iets ander terrein, maar leerzaam.